allemaal nog met je mee. Goedemorgen, dank u wel. Mijn functie bestaat onder andere uit het inchecken van passagiers. Waar reist u naartoe? Ja, uw paspoort alstublieft. Dan heeft u voor mij ook de COVID-test en de QR-code. Naast paspoort en ID-kaart hebben we ook op dit moment aanvullende documenten nodig in deze coronatijd. Voor veel bestemmingen een negatieve coronatest en daarnaast ook de gezondheidsverklaring. De gate vandaag is gate D62. Om 11 uur gaan wij daar open voor het instappen. Lief voor u, een hele goede reis. Tot ziens. Naast het inchecken bij de balies hebben wij ook een hostfunctie. Dan heten wij passagiers welkom. En bij de meeste airlines doen wij ook alvast een labeltje om de handbagage. Om wat taken van onze check-in collega's over te nemen. Daarnaast doen wij ook de boardingafhandeling. Dus waar mensen gaan instappen. En we sluiten bruggen aan en we halen ze er weer af. Op het moment dat ik aankom lopen, dan moet ik even kijken of er genoeg plek is. Of het platformvrij is om veilig de brug te kunnen manoeuvreren. We hebben hier ook camerabeelden om het platform te zien. En zodra wij gereed zijn, dan toeter ik om te laten weten dat ik ga bewegen. En dan gaan we beginnen. Hoi, goedemorgen. Vanwege de coronatijd stappen wij nu in per 12 passagiers ongeveer. Dat betekent dat we per 2 rijen mogen instappen. We beginnen achterin met de laatste 2 rijen en dan werken we langzaam naar voren. Zodat iedereen de afstand van elkaar kan bewaren. Dus daar gaan we straks een omroep voor maken. Dames en heren, dank u wel voor het wachten. Passagiers op stoel nummer 26 tot en met 32 mogen naar voren komen voor het instappen. Houd alstublieft afstand tijdens het instappen en draag uw mondkapje gedurende het gehele proces. Goedemorgen, uw boarding past graag. Dank u wel. Als grondstewardess is het werk heel afwisselend. Ik kan op één moment bij een TUI-vlucht staan vol vakantiegangers naar Ibiza. En een uur later sta ik bijvoorbeeld bij een EVA Air naar Taiwan, wat hele andere passagiers trekt. Met passagiers kan je zoveel verschillende praatjes houden. Want de een gaat op zakenreis, daar heb je een heel kort gesprek mee. De ander gaat misschien wel voor de bruiloft van zijn zoon of dochter in het buitenland. Dus dat is allemaal zo afwisselend. Yes, iedereen is er. Gaan we de brug er zo afhalen en dan kan het vliegtuig weg. Goeie reis!